Goedemorgen iedereen. Welkom bij deze webinar voor de kunstmatige intelligentie toepassing in de waterketen. We gaan vandaag, we zijn inmiddels met ongeveer 30 mensen die in de call zitten. We hebben 70 inschrijven, dus we wachten nog wel wat mensen, maar we gaan starten. Vandaag gaat het over de reis naar toegankelijke en betrouwbare assetinformatie. En de presentatie zal deels door mij gedaan worden. Kijk naar de volgende slide. Ja. Oh, ik begrijp dat. Ja, mijn naam is Matthijs Bakker. Ik ben van Ezito. Wij zijn een consultancypartij die vooral in de asset management keten werkt en veel verander managementachtige opdrachten doet. Ik zal het verhaal over de reis naar geborgde informatie vandaag met jullie delen. Andere is Mark van Zet. Mark? Ja, mijn naam is Mark van Zet. Ik ben de managing director van Radial Software Group. Wij maken Viewport. En ik ben Thijs van Eyck. Ik werk ook voor Radial Software Group. Ik heb 10 jaar ervaring op het gebied van informatiemanagement. Ja, en ook vandaag in de voorbereiding van deze webinar wil ik Marcel van Zutphen bedanken. Die heeft ons geholpen met het opzetten van de webinar en het, de storyline. WDOD, we hebben een dataset van de waterzuivering in Bijlen hebben we kunnen configureren in Viewport in samenwerking met Theo van Vuren. Dus ook hartelijk dank daarvoor. En daarnaast al de marketing mensen van Radio en Ezito voor het zorgen dat alles onder de aandacht komt. Volgende slide, ja, dankjewel. De reden dat we deze webinar organiseren is eigenlijk vooral wij hebben in de gesprekken die we de laatste half jaar gevoerd hebben met verschillende drinkwaterbedrijven en waterschappen, onder andere PWN, Vitens, maar ook WDO Delta, ook waterbedrijf Limburg. We gemerkt dat er toch wel een hoop pool is voor een oplossing die je kan helpen om die reis naar geborgde informatievoorziening te maken. En daar deels omdat er natuurlijk een complexiteit van IT-systemen is bij heel veel bedrijven, maar ook omdat de borging van kennis met de ouder wordende medewerkers heel belangrijk wordt gevonden. En de andere kant natuurlijk is dat asset management is natuurlijk een belangrijk thema binnen alle organisaties. En informatiemanagement en asset management zijn eigenlijk bijna identiek. Er is een heel groot belang van informatiemanagement daarbinnen. Een andere analogie die we veel zien in de waterketen is dat er veel vanuit P&ID's wordt gewerkt. Dat is ook bij de ontwikkeling van Viewport vanuit de procesindustrie, vanuit Total onder andere 10 jaar geleden, zijn ze daarmee gestart. En we zien daar ook een hoop analogie met jullie opbouw van informatie. De deelnemers in de webinar. Er zijn 47 mensen van waterschappen en 6 van drinkwaterbedrijven. En hiernaast zie je een lijstje van wie er allemaal aangesloten zijn. Er zijn 18 van de 21 waterschappen, hoogheemraadschappen zijn vandaag aanwezig. Dus daar zijn we heel trots op dat gelukt is. Ik ben ook heel benieuwd naar de opvolging hierachter. En er zijn ook 11 mensen van andere bedrijven, toeleverancier. Ik zag Arcadis, zag ik langskomen. En nog een aantal andere mensen, Ultimo bijvoorbeeld. Maar ook belangrijk om dat te zien dat er verschillende mensen vanuit verschillende rollen aanwezig zijn. Dus vanuit beheer en onderhoud, asset management, informatiemanagement. Maar ook van de projectenhoek. We zien ook, zullen we ook later in de presentatie zien, dat de informatiebehoefte vaak over die verschillende afdelingen of functiegroepen heen ligt. Waardoor het ook dat van belang is. Ik zie ook een aantal mensen vanuit management aanwezig. Dus dat is ook zeer goed voor de besluitvorming. Doelstelling vandaag, vanuit ons is ook deels om kennis te maken met jullie vanuit de waterschap en andere partijen in de waterketen. Inzicht krijgen in waar jullie staan. We zullen ook via een poll zullen we daar een aantal vragen over stellen. We hebben de questions, die gesteld kunnen worden. Als je onderweg een vraag hebt, kunnen jullie een vraag stellen via de question functionaliteit van GoToWebinar. En dan
kunnen we, zeg maar, aan het eind zullen we een aantal highlights van die vragen zullen we verzamelen en dan kunnen we daar nog op ingaan. De eerste deel van de presentatie gaat over de reis, dat zal ik doen. Daarna komt Mark, die gaat een demo doen op basis van de BDOD demo set, waar die alle functionaliteiten, use cases en de artificial intelligence-achtige voorbeelden kan geven. En daarna gaan we nog in op de implementatie van Viewport, hoe dat eruit ziet en hoe dat technisch eruit ziet. En dan gaat Thijs een stukje over vertellen. En dan sluiten we dan af met de belangrijkste leerpunten die we uit deze presentatie hebben gehaald. Ik zei het net al, de verschillende rollen, verschillende bloedgroepen die op het gebied van informatiemanagement hebben die verschillende uitdagingen. En hier zie je een aantal voorbeelden van zaken die je kan tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Dus bijvoorbeeld vanuit asset management, hoe zorg ik nou dat ik een effectieve besluitvorming kan faciliteren om de juiste besluiten te nemen op lange termijn. Tot en met, laten we zeggen, op korte termijn van oké, we hebben nu een storing aan een pomp. Hoe kom ik aan de juiste werkinstructies, de juiste instellingen en hoe vind ik de juiste leverancier? En natuurlijk meer vanuit de informatiemanagement kant van oké, maar hoe zorg ik nou dat ik op steeds betere manier het beheer, het onderhoud en ook de projectorganisatie beter kan voorzien van informatie. Dus wat is dan de uitdaging? Hè? Dus toegankelijke en betrouwbare assetinformatie. En over wat belangrijk is dat de informatie vindbaar is. Hè? Je moet makkelijk kunnen zoeken, snappen wat beschikbaar is in de verschillende systemen. Toegankelijk. Je moet natuurlijk, als je bijvoorbeeld in 3 of 4 verschillende systemen moet zoeken, dan moet je overal toegang toe hebben en ook de verschillende mensen die dat nodig hebben. Compleet en correct. Heb je vertrouwen in de data die je ziet? Weet je, als je een besluit neemt op een bepaalde hoeveelheid informatie, kan je er dan op vertrouwen dat het juiste besluit is? Of als er onzekerheid is, gaat er vaak natuurlijk heel veel werk zitten in het verder uitzoeken of of dat ding. En contextueel, documenten die in relatie tot de asset data, het verrijken van de statische informatie met meerdere invalshoeken en meerdere kanten van een asset. Als je dat voor elkaar krijgt, dan is dat goed voor de efficiëntie. Hè? Dus je hebt minder rework, je kan sneller bij je documentatie. Voor de veiligheid, zorgen dat je maximale risico kan reduceren omdat je de juiste besluitvorming faciliteert. Voldoen aan de regelgeving, het aantoonbaar hebben van dat je informatie op orde is. En je bent veel flexibeler omdat je makkelijker kan inspelen op veranderingen en dat soort zaken. Nou is de vraag van oké, maar waar zit die informatiebehoefte dan? In welke, want het is vaak, als je natuurlijk inlogt in Ultimo of je gaat in Meridian inloggen, dan heb je natuurlijk één systeem. Dat is eendimensionaal. En je ziet toch vaak dat je toch ook informatie bijvoorbeeld nodig kan hebben van externe partijen. Of vanuit de openbare bronnen, die ook in de waterketen natuurlijk veel aanwezig zijn. En vaak is een combinatie van die informatie heb je nodig om tot de juiste informatie te komen. Ja, en dan de reis. Wij hebben eigenlijk hier een poging gedaan om die reis te visualiseren. Je ziet eigenlijk van linksonder tot rechtsboven dat er steeds helderder water uit die waterzuivering komt. De kleur die wordt steeds helderder. Dat is eigenlijk een manier om aan te geven dat de kwaliteit van de informatie steeds beter wordt. En aan het begin zit je zeg maar in een inefficiënte situatie waar theoretische onveiligheid kan ontstaan en waar het moeilijk aantoonbaar is hoe je informatie voor elkaar hebt. Dat noemen wij inconsistent. Dus je hebt veel duplicaten, verschillende mensen hebben hun eigen bibliotheek opgebouwd in folderstructuren of in kasten staan documenten. Dus dat is eigenlijk de eerste stap waar je moet beginnen. Dus heel belangrijk daar dat je zegt dat je goed gaat definiëren wat is nou waar opgeslagen. Hè, de definities daaromtrent. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan kan je ook kijken van oké, waar zitten dan je dubbelingen, waar zitten je gaten? En dan krijg je data opschonen. Hè, dus dat is natuurlijk ook, ik kan me voorstellen dat de meeste mensen in een organisatie wel hebben meegemaakt dat er een data opschoon project of
programma heeft gelopen over eventueel voor een migratie en dat soort zaken. En wat daarin heel belangrijk is, is dat het opschonen is natuurlijk één. Alleen hoe zorg je ervoor dat je niet meer terugvalt? En dat is de volgende part. Dus op het moment dat eigenlijk data opschonen, dat noemen wij dan single source. Dus dat betekent eigenlijk dat je op één plek, of elke informatie maar op één plek hebt. Dus geen duplicaten. Dus dan zeg je van, nou, ik heb nu in ieder geval de informatie allemaal op één plek. Dan is de volgende, gaat dan eigenlijk meer over de inhoud van de data. Dan moet je eigenlijk zorgen dat de data ook juist wordt. Dus de dingen als beeld maken, zorgen dat je PNID's kloppen, dat de coderingen kloppen, dat alle voorkomende assets die uit je documentatie komen, ook in je, bijvoorbeeld in je Ultimo of in je onderhoudssysteem zitten. Dus dat zijn zeg maar de verschillende stappen die je dan gaat nemen. En uiteindelijk als je dat voor elkaar hebt, dan kan je eigenlijk zorgen dat alles consistent en geborgd is. En nu is de ene uitdaging is natuurlijk het omhoog komen op deze curve. Dus steeds beter worden en kwalitatief betere data verkrijgen. Maar de grote uitdaging die daarna volgt is eigenlijk zorgen dat je niet terugglijdt. Dus als je dit ziet als een soort glijbaan, op het moment dat je zeg maar een bepaalde opschoningsactie gedaan hebt, heb je hier dingen geactualiseerd, hoe zorg je er nou voor dat je niet weer naar de vorige stadium gaat terugglijden. Dus dat is eigenlijk de manier hoe wij de reis zeg maar hebben gevisualiseerd. Uiteindelijk, op het moment dat je geborgd hebt, dan kan je ook efficiënt werken, maximale risico's reduceren voor de veiligheid, aantoonbaar. Je bent ook naar de omgeving natuurlijk aantoonbaar hoe je je data hebt georganiseerd. En je bent flexibel op inspelen op wijzigingen, ook in termen van management of change en dat soort zaken. Ja, dan is nu tijd voor de eerste poll. Thijs. Goed, ja, de eerste poll. Jullie hebben natuurlijk net even van de Matthijs toelichting gekregen over de reis naar geborgde informatievoorziening. De eerste vraag die we aan jullie hebben, omdat we uitermate geïnteresseerd zijn in waar jullie je momenteel bevinden in deze reis. Zouden wij willen weten, waar staan jullie op dit moment als je kijkt naar je reis naar geborgde informatievoorziening? De poll is gestart, dus jullie kunnen nu stemmen. Nou, ik zie al veel stemmingen binnenkomen. Inmiddels op 50%. We wachten nog even een paar tellen, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te stemmen. En dan maken we zo de resultaten bekend. Nou, inmiddels heeft 62% van de mensen gestemd. Geef het nog even een aantal seconden en dan closen we de poll. We gaan nu de poll sluiten en de resultaten met jullie delen. Goed, interessant om even de resultaten kort door te nemen. We zien dat inderdaad bijna de helft, 41% van de mensen zegt dat ze zich nou op de inconsistente fase bevinden. Toch ook al wel een aantal wat mensen, 31% zegt single source zijn. Dus die heeft al wel van elk document, ja, zeg maar één document beschikbaar in een van de bronsystemen. Dus dat is goed om te zien. Nou ja, een vijfde deel ongeveer is up-to-date, dat is goed om te zien. En er zijn ook al een aantal mensen die eigenlijk de zaakjes zeer goed op orde hebben, die consistent en geborgd zijn. Dus ja, interessant om te zien dat dat redelijk verspreid is over de verschillende faseringen. En daar zullen we straks ook verder nog even op terugkomen, verderop in de meeting. Ik ga de poll sluiten en ik geef weer het woord aan Matthijs. Ja, interessant. Ik denk ook wat ook belangrijk is natuurlijk we hebben ook gevraagd waar ligt je gemiddeld, waar sta je, denk je ongeveer dat je gemiddeld staat. Er zijn natuurlijk, er kunnen bepaalde domeinen zijn waar je natuurlijk wel alles volledig geborgd hebt. Maar het is toch interessant om te zien dat er nog, dat er nog wat werk aan de winkel is, hè, zoals ik dat interpreteer. Ja, daarnaast zeggen we natuurlijk van in de asset lifecycle gebeurt natuurlijk een hoop. Hè. Dus er is natuurlijk een asset die is gebouwd. Of die is ontworpen en gebouwd en die wordt volgens in operatie, beheer en onderhoud genomen. En in die fase is dat continu in beweging, want je gaat dingen vervangen, er komen andere types en dat soort zaken. Dus er is altijd een dynamische omgeving en ook vanuit die verschillende, ja, noem maar bloedgroepen, vanuit de projecten en de
de bouwhoek, zeg maar. En uit onderhoud zijn er natuurlijk ook verschillende systemen die daar weer op elkaar ingrijpen. Nu kom ik eigenlijk tot de introductie van Viewport. Want Viewport is dan eigenlijk een systeem waarin je eigenlijk heel goed kan samenwerken. En de verschillende systemen kan afbeelden. Het borgen van de datakwaliteit, het leggen van de tech-doc relaties, nou, daar gaat Mark straks wat meer over vertellen. Dat is een belangrijk facet van Viewport. Het inzicht geven, ook in de IATA, maar ook gewoon het snel zoeken en bekijken van informatie. En in deze dynamische wereld met verschillende systemen is eigenlijk de plek waar Viewport eigenlijk het beste opereert. Oké, dan gaan we nu. We hebben nu een kort filmpje wat eigenlijk in het kort uitlegt hoe Viewport functioneert. En daarna gaan we over naar de demo. Dus jij bent actief binnen asset management? Om goed en veilig te werken heb je snel betrouwbare informatie nodig. Maar heb je wel toegang tot alle informatie die je nodig hebt? Of voelt het alsof je een IT-specialist moet zijn om alle relevante informatie te vinden en te openen? Uit het systeem gegooid worden? Bestanden die niet opengaan? Gegevens niet gevonden? Frustrerend. Het werkt demotiverend om te blijven zoeken en voelt als tijdverspilling. En het kost je organisatie onnodig veel geld. Wat nou als wij een superintelligente, maar zeer eenvoudige oplossing hebben? Een oplossing met alle essentiële bedrijfsinformatie uit diverse bronnen, zichtbaar op één scherm. Een oplossing die op nagenoeg alle apparatuur werkt en zo simpel is dat je bijna geen uitleg nodig hebt. Dit is Viewport. Kunstmatige intelligentie voor intuïtief werken. Viewport integreert de inhoud van al je bestaande informatiesystemen. Het vindt en legt vanzelf verbanden tussen onderwerpen, ongeacht de gebruikte taal. Viewport maakt automatische hyperlinks, zodat jij zonder problemen alles vindt en helpt je hiaten te vinden met behulp van kruisverwijzingen en controles. Bij elke toevoeging, update of verwijdering zorgen regels ervoor dat je altijd de juiste en up-to-date informatie hebt. Teksten, kattekeningen, onderhoudsdata, instellingen, real-time procesdata, 3D-modellen. Alles op één plek. Viewport. Eenvoudige toegang, gebruiksvriendelijk, innovatief en automatische kruisverwijzingen. Viewport plaatst informatie in context. Minder tijdverspilling, minder risico, meer hands-on tooltime en betere beslissingen. Ga naar viewport.ai voor een demo. Ja, oké. Ik zei net dat we gaan meteen hierna begonnen met de demo, maar we doen eerst nog een poll, want we hebben nog een vraag voor jullie. Goed, jullie hebben aan het begin van Matthijs, in het begin van de slides gezien dat er natuurlijk verschillende disciplines zijn die momenteel zich ook in de webinar bevinden. Mensen vanuit werkvoorbereiding, mensen die projecten doen, management of change uitvoeren en mensen die meer vanuit de informatievoorziening, IT zeg maar, ook aangehaakt zijn. En wij zijn erg benieuwd, hè, nu zeg maar een stukje van Viewport hebben gezien, de oplossing, wat hebben we gezien over de reis, in welke gebieden jullie zouden kunnen verbeteren, zeg maar. In relatie tot de geborgde informatievoorziening. Jullie kunnen twee antwoorden kiezen. Ik ga nu de poll starten. Nou, er wordt volop gevoten. We zitten al op 30%, dus dat gaat goed. Inmiddels op 65% van de stemmen. Misschien dat niet iedereen een voorkeur heeft om te stemmen. Het is ook niet verplicht. Maar we zijn uiteraard benieuwd. Nou, we geven het nog even 10 seconden en dan gaan we de poll sluiten en de resultaten bekendmaken. We gaan nu de poll sluiten.
Goed, dit zijn de resultaten. Nou, allereerst valt op dat het gebied van management of change en ook efficiëntie, dat die heel erg hoog scoren. En dat zijn natuurlijk twee interessante gebieden waar Mark straks tijdens de demonstratie van Viewport een aantal praktische use cases zal demonstreren. Anderzijds werkvoorbereiding is ook een vierde. Dat is natuurlijk een groot gebied dat zeer schaalbaar is, waar het belangrijk is om de juiste informatie tot je te nemen. En risicoreductie, dat is ook belangrijk. Dat is ook 42% gescoord. Aanbestedingen wat minder. Dat heeft misschien ook wel licht te maken met de groep mensen en het publiek wat momenteel is ingebeld. Dus interessante resultaten. Ik geef nu het woord aan Mark van het Z van Radial. En die zal jullie nu een live demonstratie geven met de data van de waterschap Drenthe-Overijse Delta. Nou, dankjewel Thijs. En Matthijs ook. Ik zal jullie nu wat meer vertellen over Viewport. En uiteraard ook in relatie tot de reis waar Thijs het net over had. De reis naar geborgen informatievoorziening. Om te beginnen, waarom is die reis toch zo moeilijk af te leggen? Waarom lukt het maar niet om die informatie onder controle te krijgen, om te zorgen dat iedereen, alle inspanningen ten spijt, de juiste informatie onder ogen krijgt? En Matthijs heeft al aangegeven, er zijn een aantal stappen in dat proces. Single source, zorgen dat er van alle informatie en documenten één versie beschikbaar is. Up-to-date maken, hè? Als je die ene versie hebt, zorgen dat dat de juiste versie is, die klopt met wat er daarbuiten geïnstalleerd is, S-beeld maken. Dat die informatie vervolgens consistent is, en daar zal ik zeker ook op ingaan, want dat is een uitdagend probleem. Hoe zorg je dat de informatie die jij misschien in je eigen afdeling, in je eigen systeem ziet, dat die klopt met de informatie die je in andere afdelingen of andere systemen hebt staan. En tot slot, als je het allemaal in kaart hebt gebracht, hoe zorg je dan dat je je management of change goed kan doen? Nou, er zijn een aantal puzzelstukjes en die hebben wij in de vorm van technologie, in de vorm van kunstmatige intelligentie ingebracht in een oplossing die heet Viewport. En die zal ik nu laten zien. Dit is het gedeelte van Viewport wat voor de eindgebruiker te zien is. Er gebeurt achter de schermen heel veel en dat zal ik zo direct ook even toelichten. Laten we beginnen met de eerste stap, van waarom is dat zo lastig om te zorgen dat iedereen zijn informatie goed ziet. Nou, een kern van het probleem is dat bij het werken met een technische installatie, dat je te maken hebt met veel verschillende afdelingen en veel verschillende databronnen. Op dit startscherm van Viewport zie je aan de linkerkant een aantal systemen vermeld. Dat is een voorbeeld. We hebben met heel veel verschillende systemen gekoppeld, maar we hebben hier even een aantal gepakt. In veel gevallen is er nog steeds een netwerkschijf. Dat heeft bij jullie misschien de W-schijf of de X-schijf of de P-schijf. En het idee is van, dan mag je niks opzetten. Dat moet in het DMS. Maar goed, dat soort schijven heb je altijd. Engineering database systemen. Dat moet om kunnen gaan met RAP-bestanden zoals bijvoorbeeld Meridian of Organize van Kadak. Dat is een ander voorbeeld daarvan. Je hebt nog een bron, Radial SG, dat is onze interne knowledge base. Maar wellicht dat jullie op dat gebied een andere oplossing hebben. ERP-systemen zoals SAP, onderhoudssystemen bijvoorbeeld Ultimo of Maximo. Dat zijn een aantal namen. Die hebben allemaal als grote gemene deler dat er technische informatie in staat. Die te maken heeft met je proces, met je assets, wat geopereerd of onderhouden moet worden. Nou, dat komt natuurlijk in heel veel soorten en maten. Je hebt tekeningen, je hebt data records, je hebt point clouds, je hebt GIS-data, van alles. Viewport kan daarmee overweg. We hebben in totaal iets van 140 verschillende formaten. We kunnen ook overweg met GIS en point cloud data. Nou, die informatie hangt allemaal op een bepaalde manier samen. Een hele eenvoudige indeling is in asset. Dus je hebt een aantal installaties bijvoorbeeld. Nou, die kun je in Viewport hier op de startpagina in meerdere sites indelen, zoals het hier heet. Nou, dit is een demo-omgeving. We hebben hier van verschillende industrieën allerlei voorbeelden. We gaan vandaag uiteraard focussen op Water Authority, waterbeheer, zuivering. En dit is een voorbeeldje wat we van WDOD hebben gekregen.
voor de locatie Bijlen. Laten we daar even naartoe klikken. Nou, in deze omgeving kun je alles bekijken van die locatie. En dat komt uit de onderliggende bronsystemen. Dat is heel belangrijk. De viewport vervangt in die zin geen enkel systeem. We bieden alleen een kijkvenster op die bestaande systemen. Vandaar ook de naam viewport. Dat betekent dat mocht er iets toegevoegd worden aan het bronsysteem of geüpdate of verwijderd, dan detecteert viewport die wijziging en dan wordt het doorgevoerd in deze omgeving. Dus wat je hier ziet, correspondeert één op één met de onderliggende data. Nou, viewport, behalve het ontsluiten, brengt viewport ook in kaart wat er verbanden zijn. En daar ga ik zeker zo direct ook meer over vertellen. Viewport kan daarnaast de content ook klassificeren en categoriseren. Daar hebben we een stukje machine learning op toegepast. Die kan detecteren uit de grote berg met gegevens. Stel dat je inderdaad van een project van een toeleverancier een berg documenten krijgt. Dan kun je die ook in Viewport automatisch categoriseren. Dus als een soort wasmachine gebruiken voordat het document management systeem ingaat. Dat is één voorbeeldje van hoe wij kunstmatige intelligentie toepassen. Daarnaast kan de software ook dubbelingen herkennen. Dus als je van één tekening op twee verschillende plekken, bijvoorbeeld op je netwerkschijf, waar je niks op mag slaan natuurlijk, en Meridian hetzelfde document vindt, dan kan Viewport dat samenvoegen tot één enkele entry. En vervolgens in het rapportje kan je zeggen, hey, die daar op het netwerkschijf staat als een nieuwere, dus die moeten we in Meridian plaatsen. De tweede stap is dat bij het up-to-date maken en zorgen dat mensen ook met up-to-date data werken, is het van belang dat mensen toegang ertoe hebben. Dat is lang niet altijd eenvoudig. Zeker als je in het veld werkt, je zit met je laptop en misschien een VPN ingebeld naar kantoor, dan wil je bij je data kunnen. Nou, dat wordt steeds moeilijker naarmate je meer systemen in gebruik hebt. En zoiets als Viewport, zo'n soort portal, helpt ervoor dat ongeacht het soort data dat je erbij kan. Dus dat mobiel access en snel bij je data kunnen is een zeer belangrijk aspect. Maar laten we even kijken naar wat we hier op het scherm hebben staan. De content, zoals ik al zei, komt in verschillende soorten en maten. Ik had al een aantal voorbeelden. Je hebt tekeningen, CAD-bestanden, Word, PDF, gescande documenten in TIFF, point clouds, GIS-data, etc. Nou, dat soort informatie krijgt allemaal een plekje in Viewport. Het is in grote groepen in te delen in bestanden. Dus die zien we hier aan de linkerkant. Dat zijn de files. Hier hebben we een voorbeeldindeling gemaakt. Zometeen meer daarover. En anderzijds heb je data records. En dat zijn bijvoorbeeld tagnummers. Gelabelde equipment bijvoorbeeld. Nou, ook dit is vrijelijk in te delen. Zal ik zometeen dieper op ingaan. Andere voorbeelden van data records zijn bijvoorbeeld chemische stoffen, projectnummers, inventarisnummers, dat soort zaken. Die kun je ook allemaal een plekje geven in de interface in Viewport. Nou, laten we eens even beginnen met het openen van een document. Ik ga even naar de mooiste categorie, geen waarde gekozen, algemeen. Nou, laten we even een document erbij pakken. Nou, in dit document, dat kan je bekijken. En dit document komt dus oorspronkelijk uit een onderliggend systeem. Dat kan SharePoint zijn of OpenText, of noem maar op. Nou, dat document kun je hier bekijken. Alle viewers die zometeen de revue passeren zijn allemaal web-based. Dat betekent dat je ze ook op je mobiel of je tablet kan openen. Nou, wat Viewport doet tijdens het inlezen van zo'n document is meer dan alleen beschikbaar maken hier in deze viewer. Viewport zal ook op zoek gaan naar verbanden in je data. En dat betekent dat als we dit document inlezen, dat we ook gaan kijken, staat hier misschien iets in genoemd wat we op een andere plek ook hebben gezien, bijvoorbeeld in je maintenance data. Nou, dat geeft het lijstje hier aan de rechterkant. Dat noemen wij dus referenties. Dat kunnen documentverwijzingen zijn, maar in dit geval zijn het verwijzingen naar tagnummers. En we hebben ook iets uit een verklarende woordenlijst gevonden. Dus daar kun je ook op klikken en dan springt hij daar direct naartoe. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat Viewport het begrip heeft gevonden van calciumnitraat, CaNO3. We hebben hier ook tagnummers die vermeld staan. Dus die haalt de software ook uit de documenten
En dat is een kernfunctionaliteit van Viewport. En ik kan even een voorbeeldje laten zien uit een ander document. Dat zal ik nu even naar voren halen. Van een, laten we deze even pakken. Van een document waar ook tagnummers en tekeningnummers in vermeld staan. En hier zien we op deze pagina dat Viewport heel ver gaat met het zoeken naar die verbanden. Dit is een mooi voorbeeld van eigenlijk een combinatie van twee tagnummers. De KB6FA -B. Als mens, als je dat leest, dan denk je van, oh, ze bedoelen de A en de B. Maar voor de software is dat toch een toch iets andere koek. Die moet daarmee overweg kunnen. Een andere spellingsvorm is bijvoorbeeld van A tot en met C. Of de 36 puntje, puntje, puntje 700. Maar dat soort varianten in de spelling, daar kan Viewport mee overweg. En dat is ook weer een kenmerk van kunstmatige intelligentie die in het systeem zit. Je moet heel slim op zoek gaan naar al die verbanden. En de software leert het zichzelf ook aan. Dus dat betekent, op het moment dat je al je equipment data gaat inlezen, of al je tekeningnummers gaat inlezen, dat Viewport op zoek gaat naar een bepaald patroon. Van hoe zien die er nou uit? Over het algemeen zoveel letters of cijfers. En op die manier kun je in kaart brengen wat er in het document staat, maar ook wat er in het document staat, maar geen even knie heeft in een ander systeem. En als ik hier bovenin het oogje aanzet, dan zal hij dat visualiseren in kleurprobering. We hebben overigens ook een modus voor kleurenblinden, dus het rood en groen kan je mee overweg. In ieder geval alle groene items heeft Viewport gevonden en heeft ook het achterliggende de koppeling kunnen maken. Dus hier zie je bijvoorbeeld een klep. Nou, daar klik je dan op en dan zie je, hey, daar heb ik data van beschikbaar in Ultimo. Hier hebben we een rood item en dat is dus op basis van de vormherkenning of de patroonherkenning gevonden. En dat is een voorbeeld van een tagnummer, wat dus nergens anders voorkomt dan in dit document. Dus dat kan een typfout zijn, maar het kan ook zijn dat dit wel degelijk in het onderhoudssysteem had moeten staan. En als we het hebben over die reis naar de geborgde informatievoorziening, hè, naar de basis voor management of change, hoe zorgen we ervoor dat al onze informatie klopt, dan moet je over je bronsystemen heen kijken. Dus het volstaat niet om in jouw enkele engineering omgeving of in jouw document management systeem, ook al doe je uiterste best, je komt niet tot dat punt dat je weet van wat in dit document staat, dat hebben we ook in ons onderhoudssysteem. Hetzelfde geldt natuurlijk ook vice versa. Hoe weet je zeker dat alles wat je in je onderhoudssysteem hebt staan, ook op je tekening voorkomt? Ja, dat is weer dat management of change. Hoe zorg je ervoor dat als er een nieuw stukje gebouwd wordt, of een bestaand stuk wordt herzien, hoe zorg je ervoor dat alle documentatie up-to-date is, die gerelateerd is aan jouw assets? Dat is gewoon een heel lastig probleem. Het is ook helemaal niet raar dat het zo moeilijk is om dat voor elkaar te krijgen. Maar je hebt zoiets nodig als Viewport om die verbanden in kaart te brengen, om die goede basis te hebben voor management of change. Een ander aspect aan Viewport is, aangezien het een kijkdoos is, je kan eigenlijk heel weinig ermee fout doen. Je kan niks per ongeluk verwijderen, je kan geen dingen per ongeluk verplaatsen. Dat betekent dat het systeem eigenlijk vrij simpel is. Als je het op eenmaal hebt draaien, het kan binnen je eigen bedrijfsnetwerk zijn, het kan ook eventueel in de cloud, mocht je dat willen. Maar als je het eenmaal hebt draaien en iedereen kan erbij, dan is het eigenlijk een heel simpel systeem in het gebruik. En dat zal ik even toelichten. Dus we gaan weer even terug naar de omgeving van WDOD Bijlen. Je bent op deze pagina terechtgekomen en je wilt bijvoorbeeld weten van wat heb ik van de Influent Pomp. Nou, dan typ je hier in Influent Pomp. En dan zal Viewport komen met een aantal suggesties. Nou, dit zijn allemaal documenten die met de Influent Pomp te maken hebben. Maar hier hebben we bijvoorbeeld een tagnummer Influent Pomp 2. Nou, stel je voor dat we daarin geïnteresseerd zijn. Dan kom je op deze pagina. En eigenlijk wat wij met Viewport willen, is dat je in één klap compleet overzicht hebt van alles wat met die pomp te maken heeft. Vanuit je bestaande bronsystemen. Dus wat heb je allemaal nodig als je zo'n pomp wil gaan onderhouden of vervangen? Dat staat hier aan de rechterkant meteen in een lijstje. Dit lijstje is niet handmatig aangelegd, in tegenstelling tot andere systemen.
Dat is een resultaat van het toepassen van kunstmatige intelligentie. Om te zorgen dat al die data die jullie continu produceren, updaten, verwijderen zelfs, dat die hier resulteert in dit actuele lijstje. En dat is wat Viewport mogelijk maakt. Dus als je wil weten, wat voor impact heeft het als ik deze pomp ga vervangen, als ik een instelling ga veranderen aan deze pomp, waar komt het ding allemaal voor? Nou, dat zie je hier aan de rechterkant in je referenties. Dus je hebt meteen je process flow diagram, je hebt schematische tekeningen, je hebt zelfs periodiek onderhoud en smeervoorschriften waar die blijkbaar in genoemd staat. Dus alles voor die werkvoorbereiding heb je hier bij de hand. Nou, dit is, ik heb nu gezocht via de zoekbox. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, we hebben een bepaalde indeling. Nou, dat is ook prima. Dat kun je hier dus bijvoorbeeld via tags bekijken. En de indeling die je hier ziet, dat is ook configurabel. Dus stel je voor, je wil hier op productielijn en dan hoofdproces en installatiesoort je tags bekijken, dan is dat ook mogelijk. Deze indeling is puur op basis van je informatie uit je maintenance systeem. Dus zo hebben we ook hier de Influent Pomp nu weer weten te vinden. Het is ook mogelijk uiteraard om via de documenten zelf bij de pomp terecht te komen. Dus stel je voor dat je weet van nou, dat ding zit in het Influent gemaal. Dan kun je ook naar je tekening toe. En Matthijs gaf het net al even aan. Eigenlijk is dit het startpunt geweest van onze software. De Smart P&ID's. Dit geeft heel duidelijk aan, een P&ID, hoe je proces in elkaar zit en wat alle belangrijke componenten daarvan zijn. Dus voor veel mensen in de operaties is dit echt een soort bijbel. Hier kijken we naar als er troubleshooting is, als er dingen vervangen moeten worden. Zo snap je tenminste hoe je asset in elkaar zit. Nou, waar wij tegenaan liepen in de praktijk is dat we lang niet altijd zo'n perfecte DWG krijgen zoals we hier hebben aangeleverd gekregen vanuit WDOD. In de praktijk zijn het soms ook scans waarmee je moet werken of zelfs microfiche of krijttekeningen hebben we ook nog een keer gezien. En de vraag is dan, wat kun je daarmee? Nou, de software werkt automatisch. Al die vlakjes die je hier ziet, dat is door de software automatisch gedetecteerd en aanklikbaar gemaakt. Dus hier staat bijvoorbeeld die pomp die we net hadden genoemd. Nou, daar kan ik dan op klikken. En die hotspot waar ik net op geklikt heb, dat is een automatisch proces. En natuurlijk gaan daar ook wel eens wat dingen mee mis. En dat zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld detecteert van, er staat hier bijvoorbeeld SEP 2020. Nou, we weten denk ik wel allemaal dat dat een datum is. En dat soort dingen lijken op tagnummers. Maar dat is een wat we noemen een false positive. Dat is ook wat er in de software naar voren komt. Nou, op deze tekening hebben we daar eigenlijk geen last van. Dus dat is hartstikke mooi. Maar mocht dat wel zo zijn, dan heb je in Viewport ook de nodige tooling om dat goed of af te keuren, zeg maar. Dat noemen wij de QC-functionaliteit. Dus op die manier kun je eigenlijk in Viewport toch zorgen dat die automatisch gedetecteerde links, ook al zijn ze niet correct, goed rechtgezet kunnen worden. Dat is eigenlijk een van de weinige dingen die je in Viewport echt kan wijzigen. Nou, wat zien we nog meer op deze tekening? We zien hier heel veel kleppen. En die zitten blijkbaar niet in onze dataset, misschien als ze wel in het onderhoudssysteem zitten bij WDOD. Maar ze zitten in ieder geval niet in deze dataset. Dus nu kan je direct zien van, hey, die hebben we niet. En dat bespaart in sommige gevallen heel veel zoektijd. En ook weer voor die management of change is belangrijk dat je weet van, als iemand deze klep toch moet gaan onderhouden, dit moet in het maintenance systeem zitten. En dat je vanuit het maintenance systeem ook weer makkelijk bij deze tekening terechtkomt. Nou, dat soort links verzorgt Viewport automatisch. Deze links worden gelegd op basis van trefwoorden. En in dit geval staat op de tekening AV, ja, dat is een beetje klein, maar er staat AV IFP 0102. Maar hier in de pop-up staat ON IFP 0502. En dat is een voorbeeld van hoe Viewport ook bij het omnummeren, hè, stel je voor je implementeert een standaard, zoals de ACO-standaard, of je hebt een nieuwe nummering die je wilt toepassen als onderdeel van het standaardisatieproces, dan kun je dat dus vrijelijk omnummeren en Viewport zorgt ervoor dat ongeacht of je nou de oude of de nieuwe code gebruikt in je documentatie, dat die toch met de juiste naar voren komt.
Nou, in onze missie om zoveel mogelijk data beschikbaar te stellen, ook om juist op vanwege die management of change om te weten van wat heb ik allemaal van dit ding, hebben we ook koppelingen met andere systemen. We hebben al voorbeelden gezien van engineering systeem, maintenance systeem. Ander voorbeeld is real-time data. Dus hier hebben we een voorbeeldje van een trend die komt vanuit OSIsoft Pi, data historian. Hier kan je bijvoorbeeld zien, is er een flow gedetecteerd na die pomp bijvoorbeeld. We hebben ook integraties met onderhoudssystemen. Ultimo is daar een van. Dus je kan hier direct zien, van, er is periodiek onderhoud vereist op dit ding. 30 oktober gaat dat plaatsvinden. Je kan met één klikje naar die work order toe in Ultimo. Op die manier heb je alles vrij snel bij de hand. Stel je voor dat je een soort dossiertje als werkvoorbereiding wilt maken. Dan is het een kwestie van naar de pomp toe gaan. Je voegt een aantal documenten toe. Laten we even deze pakken, de bedieningshandleiding. Hier linksboven, add to basket. Een soort winkelmandje als het ware. En dan pakken we hier ook nog even, laten we die even pakken. Periodiek onderhoud. Add to basket. En dan tot slot. Even kijken, een tekening. Deze influent pomp. Ja, oké. Doe die ook even add to basket. Nou, op die manier heb je een soort winkelmandje gecreëerd. Er zitten 3 items in. Dan kan ik hierop klikken. Dan kan je bijvoorbeeld een linkje sturen naar iemand. Die krijgt dan een downloadlink in zijn e-mail. Je kan ook een zogenaamde work folder aanmaken. Hè? Dat is een mapje voor werkvoorbereiding. Dus kun je zeggen, dit is het onderhoud voor de influent pomp op 30 oktober 2020. Klik je op oké. Okay. En dan wordt er een zogenaamde workfolder aangemaakt. Je springt er meteen naar door. Je kan eventueel dus het linkje ook weer delen met een collega. En hier vind je gewoon al die documenten die je net hebt toegevoegd. Die kun je bekijken, downloaden, printen. Vanaf deze pagina kan je voor de rest niks. Dus je kan ook niet naar de overige data toe. Dus als je met contractors werkt bijvoorbeeld, dan kun je hier toegang geven tot alleen die documenten, de laatste versie. Goed, ja, ik heb heel veel dingen laten zien nu van de software. Er zijn nog veel meer dingen mogelijk. Point Clouds hebben een integratie mee. We hebben integratie met GIS-data. Ik denk dat dat misschien is voor een andere sessie. Hopelijk hebben we de interesse gewekt. Ja, BIM-data kunnen we ook goed kwijt in Viewport. We werken met heel veel verschillende soorten gegevens. We kunnen, zoals ik zei, standaardisatie doen op je data, zonder dat je de onderliggende documenten allemaal moet updaten. Dus dat bespaart ook enorm veel tijd. Nog even tot slot. Mocht je iets zien dus in Viewport wat niet klopt, dan kan je zeggen van ik zie iets wat niet klopt. En dan kan je het opsturen naar de betreffende afdeling. Dat kan allemaal ingeregeld worden. Je kan ook, als je iets ziet op een tekening wat niet goed is, eventueel dit meesturen als commentaar. Kun je een pennetje zeggen van nou, dit wat hier staat, dat hebben we al vervangen in 2018, dus dat moet ook worden geüpdate. Dus dat soort dingen kun je ook gebruiken, juist weer om die reis naar verborgen informatievoorziening in gang te zetten en ook te blijven op die plek. We hebben gezien helemaal aan het einde van die vlijbaan, zoals Matthijs dat noemde, rivier, Schone Beek, om daar te komen en daar ook te blijven. Dus ik wil hierbij even laten. Er is nog veel meer te vertellen, maar dat wellicht in een vervolggesprek. Bedankt. Ik ga weer even terug naar de presentatie. Oké, bedankt Mark. Dit heeft inzicht gegeven in de reis. Ik denk wat je daar ziet is dat zowel het omhoog komen en ook het omhoog blijven binnen die reis, dat daar een aantal goede aanknopingspunten zitten. Dus alles groen krijgen kan een mooi streven zijn, want dan heb je eigenlijk al je data geborgd. Wij gaan eigenlijk naar de volgende poll. Yes. Ja. Nou, zoals jullie zien heeft Mark een uitgebreide demonstratie gegeven over Viewport. En ook mogelijkheden binnen verschillende werkgebieden, disciplines waarin je het praktisch kan toepassen. Anderzijds heeft Matthijs toelichting gegeven over de reis naar geborgde informatievoorziening. En nu jullie deze kennis een beetje tot je hebben genomen tijdens deze webinar, zijn wij erg geïnteresseerd waar jullie mogelijkheden zien, in welke fase van de reis naar geborgde informatievoorziening jullie de grootste opportuniteit voor jezelf zien om Viewport in te kunnen zetten mogelijk. En daar zijn we erg benieuwd naar. Tevens wil ik nog even mededelen dat
de poll anoniem is. Dus jullie kunnen gerust een antwoord geven zonder dat er van alles gegevens worden opgeslagen. Poll wordt gestart. Verder zijn er ook nog een aantal vragen van verschillende mensen binnengekomen. Een aantal interessante, dus die zal ik straks antwoord aan geven. Nog een aantal minuten tijd voor besteden aan het einde. Nou, de antwoorden stromen hard binnen. Er zitten al de 70% inmiddels. We wachten nog even een paar seconden. Mochten jullie nog vragen hebben, schroom niet om ze te stellen middels de questions functionaliteit aan de rechterkant van het panel. Nou, we wachten nog even 10 seconden en dan sluit ik de poll. Zodat we er nog genoeg tijd hebben om straks ook nog vragen van mensen die hebben deelgenomen te kunnen antwoorden. En andere vragen te behandelen. Oké, we gaan de poll sluiten. Dit zijn de resultaten die nu gedeeld worden. Nou, opvallend is dat meer dan de helft zegt dat eigenlijk in elke fase er bepaalde mogelijkheden zijn om viewport toe te kunnen passen. Dat is interessant om te zien. Dat strookt ook natuurlijk eigenlijk deels met het verhaal wat we verteld hebben. Dus dat is mooi. Voornamelijk ook veel in de inconsistentiefase zien we toch een vijfde deel van de mensen die antwoord heeft gegeven. Interessant is. Hè? Dus ook al heb je informatie voorzien nog niet heel erg goed op orde, kan het zeker inzichten geven. Ik ga de poll sluiten. En we gaan naar de volgende. Ja, we hebben nog één poll. Want we gaan nu poll. Eigenlijk de stap van op het moment dat je het is toch een IT-implementatie die ook nodig is. Dus wij willen eigenlijk graag de vraag stellen van welke risico's zien jullie in bij de implementatie van een dergelijke oplossing. Dus dan bedoelen we met name om even de IT-component, dus niet zozeer de hele reis, maar de jullie ervaring voor issues mogen naar voren kunnen komen. Klopt. We zijn erg benieuwd naar wat jullie zien. Hè? Naast dat het natuurlijk een IT-technische aangelegenheid is, wat voor impact het nog meer kan hebben, hoe jullie daar tegenover staan. Polls gestart. We wachten even een aantal seconden om de votes te verzamelen en de resultaten met jullie te kunnen delen. Ik ga de poll sluiten en de resultaten met jullie delen. Nou, wat hieruit blijkt, 26% zegt de systeemintegraties en prestaties van software te zien als mogelijk risico. Wat we daarover kunnen vertellen is dat wij heel veel standaard connectoren hebben met verschillende systemen en al veel bewezen functionaliteit. Dus daarin zouden we jullie zeker kunnen helpen ontlasten. Uiteraard is het natuurlijk altijd belangrijk om gezamenlijk met de IT-organisaties en andere stakeholders dat in goede harmonie te doen. Beschikbare capaciteit van medewerkers, daar heeft de helft zeg maar dat eigenlijk gezien als een bepaald risico. Nou, interessant. Uiteraard is het voor een vlotte, gezamenlijke, goede co-implementatie belangrijk om bepaalde mensen beschikbaar te hebben. Daar zal ik straks ook even kort op inhaken als we het over de implementatie hebben. De verandering van de manier van werken en weerstand, nou, dat is 48%, ook bijna de helft van mensen die daar een antwoord op heeft gegeven, dat als risico ziet. Wat we kunnen zeggen daar kort even over, is dat Viewport niet per direct zeg maar, de hele manier van werken en processen zou moeten veranderen. Het kan inprikken op bestaande processen en ondersteuning bieden. Anderzijds kan het natuurlijk wel gaandeweg mensen andere manieren doen om sneller informatie te kunnen vinden. Dus ze zullen, als ze met Viewport gaan werken, wel misschien slimmer gaan werken. En de huidige informatiekwaliteit, daar is toch ook veel op gevouwd. Zo bekijk, dat is interessant. We begrijpen ook dat het altijd lastig is om te beginnen als je ervan bewust bent dat er nog veel werk aan de winkel is. Anderzijds kan je wel snel inzicht krijgen in bepaalde zaken. En dat zou je toch wel kunnen helpen gemakkelijk op weg te gaan, zeg maar, om die reis op te starten. Het is ook een continu proces. Ik ga de poll sluiten en nu gaan we eigenlijk naar het laatste deel van de presentatie.
Ik wil graag nog even teruggaan naar de viewport oplossing en dan even meer vanuit een architectonisch overzicht wat jullie hier zien. Er is natuurlijk net een demonstratie gegeven, maar nog even een korte herhaling met betrekking tot hoe werkt het nou allemaal, is denk ik even wel op zijn plaats. Het plaatje wat jullie hier zien is viewport aan de rechterkant, in het midden eigenlijk viewport operations. Zoals Mark ook al had aangegeven gedurende de demonstratie, connecteren wij met heel veel verschillende systemen. Dat kan bijvoorbeeld een Infor zijn, een EAM systeem, een Ultimo, een Autodesk Vault. Maar het kunnen ook ongestructureerde bronnen zijn, netwerkshares van projecten die ergens nog bij een waterschap bijvoorbeeld op een lokale drive draaien. En al die informatie kunnen wij ophalen en die monitoren wij ook real-time. Dus continu als er wijzigingen plaatsvinden in de bronsystemen, zullen wij vervolgens deze wijziging ook reflecteren in Viewport. Die informatie wordt gecollecteerd, geanalyseerd, geclassificeerd en vervolgens wordt dat in context gebracht. Zoals Mark het net liet zien, wordt dat beschikbaar gesteld in een webportal. En dat zou ook bijvoorbeeld op een tablet of op een ander device weergegeven kunnen worden, zelfs op een mobieltje. Zodat mensen ook in het veld, in de operatie, zolang ze een internetverbinding hebben, toch toegang hebben tot die informatie. Als je kijkt naar filesystemen, verschillende fileformats, we hebben inmiddels 140 verschillende soorten formatten gesupporteerd, maar we staan altijd open om andere exotische filebestanden aan te gaan. Dat hele brede scala, daar kunnen we allemaal in faciliteren. En nog even samenvattende, dus de kracht van Viewport is eigenlijk het automatisch in context brengen van informatie, zodat het voor mensen binnen de operatie enerzijds gemakkelijker wordt om toegang te hebben tot informatie. Anderzijds natuurlijk, waar we het net over hebben gehad, dat is de hele reis naar geborgde informatievoorziening. Binnen deze reis kan het Viewport je helpen stapjes te maken in die reis om meer controle en grip op die informatievoorziening te krijgen, wat resulteert in betere prestaties uiteindelijk. Nog even samenvattende, wat komt er nou bij zo'n implementatie kijken? Hè? Stel je zou hiermee aan de slag willen gaan. Dan hebben we hier even een kort stappenplan van waar moet je aan denken. En in principe het goede nieuws is dat je met Viewport middels een kleine proof of concept al binnen een dag resultaten kan hebben. Door een kleine set van je data met ons te delen, zoals wij bij WDOD hebben mogen doen met hun informatie. En dan heb je eigenlijk al direct bepaalde inzichten. Maar goed, als we kijken naar een implementatie waarbij je ook wat systemen wil connecteren, is dat mogelijk binnen een doorlooptijd van 5 à 6 weken ongeveer. Een beetje afhankelijk uiteraard van hoeveel systemen je wil connecteren. Wat we doen in deze implementatiestappen is dat we eerst altijd starten met een korte analyse en een validatie. Dus we doen een kick-off meeting met een aantal mensen van de business, gebruikers en ook mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de informatie. Bijvoorbeeld van Meridian of iemand die beheerder is van Ultimo. Zodat we wat inzicht krijgen in de huidige situatie. We stellen bepaalde doelstellingen op en die gaan we vervolgens valideren met jullie. Daarna gaan we over tot installatie van Viewport. Dat kan zowel on-premise, dus bij jullie op het netwerk, op een fysieke server. Maar dat zou ook in de cloud kunnen, afhankelijk van wat jullie wensen zijn. Ongeacht waar de informatie draait, het is altijd beveiligd. En we hebben ook een autorisatieconcept in Viewport om bepaalde informatie af te schermen voor mensen die daar niet bij mogen. Dus als je zegt, we hebben een groep van externen waar we niet alle informatie omtrent een asset mee willen delen, kunnen we daar een aparte site van aanmaken in Viewport en alleen die mensen daar toegang toe geven. Nadat er een configuratie is gedaan, gaan we al snel tussentijds resultaten met jullie delen. Om zeg maar tussentijds continu te monitoren of het voldoet aan de verwachtingen. Dus in een aantal iteraties, op een agile manier, gaan we die implementatie eigenlijk schouder tot schouder zeg maar tegemoet. En de derde en de vierde week gebruiken we eigenlijk om wat zaken te optimaliseren. Dus dan delen we dus, zoals ik zei, de resultaten. En gaan we ongeacht nog wat patroonherkenningsalgoritmes wat tweaken. En uiteindelijk wordt het overgedragen aan jullie. Is er een inloopsessie en kunnen de gebruikers kennis maken met Viewport. En een training duurt meestal gemiddeld maar 15 minuten. Ja, bedankt Thijs. Dus dat gaat natuurlijk specifiek over het implementeren van Viewport. Hè. Rondom de reis zijn natuurlijk nog heel veel andere zaken te doen. Maar belangrijk even qua samenvatting, ik ga ze niet allemaal nog een keer voorlezen, want ik denk dat we een aantal keren dit hebben benoemd. Hè. Dus dat je aan de ene kant de reis hebt waarbij je het inzicht hebben, het over meerdere afdelingen heen werken en het verandermanagement dat ook in de poll goed naar voren kwam. En Viewport als een tool die aan de ene kant kan helpen om naar boven te komen. En de andere kant kan zorgen dat je niet terugvalt.
We hebben hier de laatste poll. Wij zouden eigenlijk, nou, we hebben nu een aantal zaken gezien. Wij zitten ook te kijken wat zou een goede volgende stap zijn. Qua informatie is er bepaalde informatie, zeg maar, we zouden daar dieper informatie willen hebben, bijvoorbeeld over de reis, of over de werkvoorbereiding of over de implementatie. Of zou je het interessant vinden om in contact met ons te komen om een demo van je eigen organisatie op te starten? De poll is open. We zien ondertussen nog wat aantal interessante vragen binnenkomen van participanten van de webinar. Dus daar gaan we nu na deze poll aandacht aan besteden. En daar wil ik graag Mark voor uitnodigen en Matthijs ook om daar antwoord te geven. Nou, doe dan maar. Ja, er komen nog antwoorden binnen. Wacht er nog even, want ik zie het aantal votes oplopen. Even lezen. Misschien kan ik er even kort aan toevoegen dat, en mocht jullie uiteraard interesse hebben, dat jullie Matthijs of mij, Thijs van Eyck, kunnen contacteren. We zullen de sessie met jullie delen en daar staat onze e-mailadres en gegevens ook in vermeld. Nou, ik ga nu de poll sluiten. Binnen een aantal seconden. Dus als jullie nog willen klikken, kan het nu. En dan gaan we naar het vragen beantwoord deel. Ja. Nou, heel even kort samengevat de antwoorden van de poll. Mensen hebben 50%, meer dan 50% zegt dat ze nog interesse hebben in de reis- en geboorteinformatievoorziening. 28% werkvoorbereiding, dat is interessant, daar kunnen we zeker nog over uitweiden. Implementatie 32% en een demonstratie 36%. Mochten jullie inderdaad een demonstratie willen hebben, kunnen we apart een call daarvoor opzetten. Contacteer mij of Thijs van Eyck of Matthijs Bakker daarover. Dan gaan we nu over naar het einde van de presentatie, waarin we een aantal vragen gaan benoemen. Ik ga de poll sluiten. Ik pak even mijn lijstje hiervoor. Nou, een van de eerste vragen die binnengekomen is, gaat eigenlijk over het volgende. Dus ik ga hem even opnoemen. Assets kunnen in diverse systemen verschillend omschreven zijn. Verschillende beschrijvingen hebben, misschien verschillende coderingen, Mark. Moet dat eerst allemaal gelijk getrokken worden in die systemen voordat je met Viewport aan de slag kan? En wat kan Viewport daar eigenlijk in betekenen in dat soort situaties? Ja, dat is een goede vraag. Zoals ik al even kort heb laten zien, kan Viewport overweg met verschillende benamingen voor hetzelfde ding. Als in twee verschillende systemen de assets onder dezelfde naam bekend zijn, dan kunnen wij die als het ware samen vlechten in Viewport. Ik kan er misschien wel heel, heel snel even iets van laten zien. Dat is één telletje. Kijk, dat is deze bijvoorbeeld. Kijk dan, nee, dat is niet die. Nou goed, dat is dan deze. Nou, hier kan je zien dat er bijvoorbeeld een paar datarecords vanuit SAP bijvoorbeeld beschikbaar zijn en een aantal vanuit Ultimo. Dus op die manier kunnen we dat samen vlechten. Dus we moeten meer detail op een ander moment, denk ik, even wel op ingaan. Nou, er was nog een vraag over de BIM-oplossingen. Kan dat inhaken op processen? Misschien kan je daar wat over vertellen. Ik kan daar ook wel antwoord op geven. Kijk, we hebben niet specifiek een BIM-oplossing, maar omdat BIM natuurlijk een hele methodologie is, zeg maar, voor het bouwen van assets en het registreren daarvan met verschillende partijen, kunnen we daar zeker mee integreren. We hebben momenteel geen real-life oplossing daarvoor, maar als er een bepaalde behoefte is om de data daarin zo'n proces te verrijken, zou Viewport daar mogelijkheden kunnen bieden. Dan een andere vraag, kan Viewport ook verbinden met Infor AIM? Infor is een grote asset management pakket, dus dat kunnen wij zeker doen. Dus mocht je daar meer vragen over hebben of bepaalde specifieke, schroom niet om ons later daar nog over te contacteren. Verder zie ik ook dat iemand een bepaalde test heeft gedaan met een HoloLens, waarin zeg maar dus 3D-informatie is weergegeven. En zien jullie bepaalde raakvlakken hiermee, met betrekking tot dit? Ja, zeker. Stel je voor, je hebt zo'n mooie HoloLens of een smart helmet op je hoofd en je staat voor een asset. En je weet op een of andere manier, oké, dit is die en die comp. Nou, wat is je vervolgvraag? Wat heb ik aan informatie beschikbaar over dat ding? Dus je moet een lijstje in zo'n device ook laten zien. Viewport kan perfect dat lijstje aanleveren. We hebben een open connectiviteit, API, zoals het heet. Dus we kunnen ook andere applicaties, andere devices gebruik laten maken van de functionaliteit van het systeem. Ja. Oké.
Ja. Ik zit even naar de tijd te kijken, Thijs. Het is tijd, dus ik ga naar de laatste slide. Bedankt iedereen voor uw aandacht. Uiteindelijk op de top waren er 51 deelnemers in de call. Dus nou, we zijn daar heel blij mee. Op deze slide ziet u nog even de samenvatting wat we vandaag besproken hebben en ja, onze contactgegevens. Wij zullen dat ook in de opvolging zullen we contact leggen. We hebben al jullie e-mailadres ontvangen, dus daar gaan we zeker ook wat nog naartoe sturen. Op het moment dat de call wordt afgesloten, dan volgt er nog een zogenaamde survey die wat vraagt over wat vond u van de webinar en ik wil u ook nog wat tips en tricks aan ons meegeven. Wij willen natuurlijk altijd nog leren van wat we gedaan hebben. We zijn daar ook zeer benieuwd naar. Dus bedankt tot zover en ja, graag tot ziens.